Je moet de stier fotograferen. Hè. Daar komen we voor. Hè. Ja, niet altijd bij de best. Dag allemaal. Ik wil jullie allemaal van harte danken. Is de kwaliteit goed van de micro, ja? Ik wil jullie allemaal van harte danken voor jullie talrijke aanwezigheid op deze heugelijke en bijzondere dag. Want eigenlijk, vooraf heb ik het niet zo goed me gerealiseerd. Maar dit is toch echt een legendarische gebeurtenis. Hè? We zijn hier samen om een nieuwbouw van een school in te huldigen. En ik realiseer mij ineens dat dat waarschijnlijk een unicum is en dat je dat vaak als directeur en als personeelslid in een school maar één keer meemaakt. Dus ik voel mij vereerd om hier vandaag samen met jullie dit te mogen welkom heten, meneer de burgemeester Frank Boogaerts, enkele schepen ook hier aanwezig. Mijn lieve collega, mevrouw Anne Vermaal. Waar is Anne? Hallo. Ze wil niet naast mij staan, dus dat weet ik ook weer al. Mijn beste oud-leraren, ik kijk nog altijd met een heel warm gevoel terug op onze samenwerking. Uiteraard de persoon die hier naast mij staat, de eredirecteur, die de eer had om 60 jaar geleden de school te mogen oprichten, meneer Corneel Verstraeten. Ik stel voor dat we deze meneer toch wel even een warm applaus geven. En natuurlijk ook de bouwheer Hooibergs met de afgevaardigden hier vandaag John, Wim, Filip en Paul. Allemaal hartelijk welkom. Zoals ik al zei, de school bestaat 60 jaar. Vandaag willen we dat vooral symbolisch vieren. We hebben daar op 1 september niet zoveel ruchtbaarheid aan gegeven, omdat we toen al wel wisten dat dit vandaag op de planning stond. Allereerst zou ik het woord willen geven aan meneer Verstraeten, want hij zou ons graag een terugblik geven op die eerste schooldag. Leek mij een zeer mooi idee voor vandaag. En hij is toen de school opgestart in het toenmalige RTI, Rijkstechnisch Instituut. Er waren Rijkstechnische scholen en er was het Rijkstechnisch Instituut in Drieër. Klinkt chic. Nadien het RITO, Rijksinstituut voor Technisch Onderwijs. U weet het, nadien het KTA, Koninklijk Technisch Atheneum. En we zijn vandaag omgevormd tot Atheneum hier, Campus Louis Zimmer. Meneer Verstraeten, geef ik nu even het woord. En hij zal zelfs ook uiteraard de eerste steen leggen van ons nieuwe gebouw. Ja, eerst wil ik de directeur en de initiatiefnemers danken, niet alleen om mij en mijn vrouw voor deze plechtigheid uit te nodigen, maar ook om de eerste steen te mogen leggen. Wel, op 1 juli 1958 is de school van start gegaan. Het toenmalige pre-industriële afdeling van het Technisch Atheneum werd omgevormd tot het Rijkstechnisch Instituut. Op de Netelaan waren klaslokalen leeggekomen omdat het Atheneum naar de nieuwbouw was verhuisd en die lege lokalen werden ons ter beschikking gesteld. 65 leerlingen kwamen over van die pre-industriële afdeling en op 31 juli, de laatste dag van de vakantie, was dat aantal verdubbeld. Op 1 september stonden die 130 leerlingen op de speelplaats, maar die lokalen waren nog altijd leeg. Ik heb toen tegen die leerlingen gezegd, er moeten nog herexamens afgenomen worden. Volgende woensdag komt u terug. Niemand heeft gereclameerd. Ze zijn vertrokken
Gelukkig, dezelfde dag en zanderdags, zijn er tafels en stoelen geleverd. En de woensdagmorgen konden die leerlingen verdeeld worden over de lokalen met nog een tekort aan leraars. Langzamerhand zijn er dan aanstellingen gebeurd. Die maand september is er een van improvisatie geweest. En slechts de laatste week van september was het personeel voltallig. De eerste week van oktober is dan eindelijk op een tamelijk vlotte manier les kunnen geven. Gelukkig was geen enkele leerling verdwenen. Bondiger kan ik u die twee maanden niet vertellen. Dank u. Wij zijn natuurlijk heel vereerd omdat meneer Verstraeten hier vandaag nog steeds kan aanwezig zijn. Dat is toch ook een unicum dat iemand kan terugblikken naar 60 jaar geleden. Dank u wel, meneer Verstraeten. Ik wil ook een stukje van mijn geschiedenis hier op de school duiden, want zoals iedereen denk ik wel weet, heb ik zelf enkele jaren in zo'n reuze, super uitgeruste barak overleefd. U weet allemaal dat de barakken, als jullie naar links kijken, dat die allemaal van Expo 58 zijn. Die zijn dan denk ik ongeveer in enkele jaren nadien zijn die naar hier verhuisd. En het is dan ook voor ons een hele gebeurtenis geweest om zelfs na 57 jaar nog steeds les te geven in die paviljoenen. Want zo noemen we ze tot op de dag van vandaag toch wel nog steeds. Ook al zeggen de leerlingen barakken. Ik heb zelf, u weet het, daar in de eerste barak eigenlijk altijd gezeten. De paviljoen die het mooist was ingericht, vonden velen. Maar ik vond dat zelf niet zo leuk om 10 jaar geleden daar mijn intocht in te nemen. Ik heb altijd gevonden dat mijn bureau een beetje het uitzicht had van een doodskist. Ik moest hier daar zitten tussen al die donkere muren. Maar enfin, in de loop der jaren werd ik zelfs dat gewoon en heb ik daar toch het beste van proberen maken. Voor de leraren onder ons, ik heb er ook nog les gegeven in de paviljoenen en ik weet soms dat uit het niets ineens de leerlingen begonnen te schreeuwen of zo. Dan dacht ik, wat gebeurt er? En dan was dat omdat er een muis over de vloer passeerde. Ik denk dat iedereen ook wel weet dat het zo kattentijd was, dat ons barakken als je 's morgens binnenkwam best wel een rare geur hadden of zo. En we hebben zelfs meerdere jaren na elkaar, dat weet Bea zeker en Katelijnen ook, enkele jonge katjes onder de barakken mogen bevrijden die dan hun thuis gevonden hebben bij de diverse dus boosheid voor een nieuwbouw. Maar die nieuwbouw die omvat veel meer dan de vervanging van de paviljoen. Dank u wel.
Ik denk dat we samen met beiden ook voor een nieuw gebouw. Ik heb aan mij kijken, hè? Om de beurt. Is dat iets? Nou, zie je wel. Dus, mijn foto. Daar weet ik niks van, na de realisatie. Dus eigenlijk, dus eerst waren er 6 lokale minder in ons eerste project dossier. En omdat de school gegroeid is de voorbije jaren, hebben ze gedacht, we gaan die capaciteit uitbreiden. En dan hebben wij toch ineens eigenlijk 6 lokale minder gekregen. Dit stuk is bijgekomen, maar dan zijn we terug moeten krimpen omwille van budget. Omwille van budget. Zijn we terug veel. Dus veel mag dat gezegd worden tegen de pers? Ja, ja, dat is publiek, hè. Dus 5,5 miljoen. Voor het hele bouwproject. Ja, maar ook, dat is ook de heraanleg van de parking, hè. Van de parking en zo. Dus de parking vanaf de poort van de school wordt de parking volledig heraangelegd tot achter de werkhuizen. Dus we gaan eigenlijk de parking heraanleggen, een beetje dezelfde materialen als de parking van parkeerbeheer.